Ik durf dat niet op de bed. Ik ook niet. Oh nee, kijk. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is nu mijn lesvrije week en ik heb de tweede dag van mijn lesvrije week ook geprobeerd om te filmen. De video is veel te kort geworden, dus die heb ik niet gepost. Maar ik kan die hier tussen steken. Dus ik ga de video nu gewoon laten zien. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Celeste. En het is vandaag de tweede dag van onze lesvrije week. En gisteren heb ik een dagje voor mezelf genomen. Ik ben naar de kapper gegaan, schoonheidsspecialist. En vandaag komt Catalina logeren. Dat is een vriendin vanuit Leuven. Die studeert ook geneeskunde en die was ook in een nieuwjaarsvlog. Die is met de auto onderweg nu, want die woont in de buurt van Leuven en ik woon in Antwerpen. En die is al anderhalf uur onderweg, dus ik hoop echt dat die niet keihard in de file staat nu. Dan gaan we naar de fitness. Ik heb mijn kleren aan. En dan gaan we shoppen in Antwerpen. En waarschijnlijk ook eten daar. En dan s'avonds gewoon een filmpje kijken. My Girls Night. Catalina is bij mij aangekomen, maar die heeft haar auto gezet bij een parking dicht bij mij. Dus ik ga die nu even zoeken. Even zien waar die is, want ik denk niet dat die weet waar dat mijn huis is nu. Ah, hey! We zijn aan het rijden naar de fitness. En het is hoe laat? Het is echt al 12 uur nu. Ja, het is 12. We zijn in de Basic Fit. Klaar om te sporten. Yeah. We zijn net terug van de fitness en ik heb net gedoucht. Dus ik ga me nu schminken en dan gaan we de trein pakken naar Antwerpen om daar te shoppen. Dus ja, ik heb iets laten zien van in de fitness. Maar we zijn ook niet zo lang gegaan. We zijn een uurtje in de fitness geweest, denk ik. We zitten nu op het station aan het wachten op onze trein die zelfs aankomt. We zijn terug bij mij in de buurt en we gaan nu eten bij Herrestatie. Daar. En we hebben geshopt in Antwerpen. Ik heb één rokje gekocht en jij bruisballen. Ik weet dan niet wat. In ieder geval niet zoveel als dat we hadden gehoopt. En we hadden ook echt nog geen honger, dus we zijn nu gewoon naar hier. Lekker! Oh, dus we zijn terug van het restaurant, we zijn thuis. En omdat we zo slecht hebben gefilmd tijdens het shoppen, gaan we nu laten zien wat we hebben gekocht. Dus, begin maar. Ik heb dit van Penny Melville. Dat is echt mijn bloesje om te gaan skiën. Dit is de verpakking. Zelfs als scherp. Nope, ik denk het niet. Dit is de Peachy Best Foam. Dus hetgeen wat ik heb gekocht is gewoon dit rokje. Niet zoveel, maar kijk morgen aan hoe. Die camera maakt je echt zo mooi. Ik weet niet waarom. Oh, ja. Dus ik ga Catalina een outfit doen in deze kleur. En we zijn een film aan het zien tegelijkertijd. Maakt eruit dat ze voor of achterkant is. Denk het niet. Ik zie. Heeft een mond en zo? Ik zie dat niet. Ik zie dat zo. Ik heb het gevoel dat dat veel groter is dan mijn gezicht. Oh, ik wil mezelf zien. Oh my god, ik zie dat niet. Ik dacht dat dat jij schattig is. Ik ga nu naar Brit, dat is een vriendin van mij. En we gaan gewoon een dagje chillen. We gaan wel de Beanboozle Challenge doen. En dan gaan we vanavond waarschijnlijk naar de cinema, naar een nieuwe oorlogsfilm. Maar ik weet niet juist welke naam het is. We gaan jullie gewoon meepakken. Zodat ik toch nog een video ga maken over mijn lesvrije week. Want het is allemaal heel chaotisch. En ik wil toch nog een video posten, zodat jullie ook zien hoe dat is. Ik hoop dat die camera niet valt, man. Dus ik ben vertrokken naar Brit. Ja, die woont niet zo ver van mij. Maar ik ga toch met de auto gaan. Mijn lesvrije week is kei chaotisch.
Dus ik kan niet heel de week filmen. Oh, dat spoor. Er is hier zo'n spoor in Kalmthout. En als je daarvoor stilstaat, dan sta je echt een kwartier stil. En die is dus altijd dicht als ik daar voorbij kom. De trein is er. We zijn weg. Hoop ik. Of niet? Oh no. Er is sowieso nog een trein langs de andere kant. No. Door die treinen kom ik nog later dan ik al zou zijn geweest. En nu probeer ik elke dag naar de fitness te gaan, omdat ik nu toch altijd tijd heb eigenlijk. Als ik plannen maak, is dat meestal in de namiddag. Dus ik ben naar de fitness gegaan, maar ik ben veel te laat opgestaan, veel te laat naar de fitness gegaan. Dus veel te laat bij Brit. Allee, veel te laat. Een uurtje te laat. En ik heb dus niet kunnen eten. Ik heb een salamietje gepakt. Ik heb een banaan bij. En ik ga misschien bij Brit nog iets eten. Hopsakee, tegen de planten. Oh my god, ik ben echt chaos. Zo, dan gaan we spelen. En je moet... Kan je het eruit halen? Ja. Je moet dus zo hier aan draaien. En dan staat er de welke dat je moet eten, welk kleurtje. En dan oftewel is dat goede smaak, oftewel is dat slechte smaak. En hier zijn de snoepjes. Eigenlijk moet je doorslikken en dan. Eigenlijk wel, maar het is echt voor zo die vieze, voor zo... Ja, niet zeggen, ik wil het eigenlijk niet doen. Gewoon voor als het echt niet meer gaat, maar echt niet meer gaat. Maar je moet wel water pakken om door te slikken, of niet? Ja. Nee, je kunt niet zo draaien, hè. Hoezo? Zwaartekracht, dat gaat naar beneden, jong. Ja, dat... Ligt dat hier, man. Dat is zo... Nee. Jawel. Oh, nee, die was... Ah, dat is wel goed. Chocolate pudding of kind dog food. Die was oké, denk ik. Oh, nee. Oké, okay, laatste. Oh, okay. 3, 2, 1. Ah, ik heb 800 gegeten. Ik ook. Dat was echt een goeie. Ah, 2. Oh, oh, ik hoop wel echt dat ik peach heb, want die was echt goed. Oh my god, maar hoe ziet het eruit? En warf. Jo, nee, ik heb gezien. Ik heb peach. Ik heb een goeie. Een grote cheater kan dat niet aan doen, sorry. Nee, nu ben je vieze. Oké, dit is karamel of moldy cheese. Eigenlijk denk ik dat het truc is. Ik kan niet echt niet aan denken. Maar ik heb er al hier echt. Oh my god, dat is echt vies. Volgens mij is dat zo 60% vies en dan 40% goed of zo. Stoppen we naar deze. Nee, we moeten er nog zeker 3 doen. Dat vind ik echt heel. Wat is large? Dat is gewoon gras. Ja. Niet? Oké, okay, ik wil aan. Er zijn mensen die gras aten vroeger. Ik was niet even de mensen. Ik heb een limoen. Ik ben echt zo excited. Ik ga elke water bij. Ik heb echt een gras nasmaak. Dat is dat goed. Er zijn er gewoon zo'n paar waar ik echt zo schrik voor heb. Zoals een spoiled milk, dead fish, rot ei. Ik vind kokosnoot ook niet lekker, dus ik heb sowieso pech, denk ik. Ik vind kokosnoot goed in bounty. Dit is echt zo de vieste dat je kunt hebben, denk ik. Het ding is ook, ik wil dat zo niet te snel in mijn bakjes kunnen doen. Oh, ik doe dat wel. Want ik wil zo, wel zo de kans geven om mij te pakken. Maar soms weet je gewoon dat dat niet iets goed wordt. 3, 2, 1. Oh, ik durf dat niet op de bijt. Ik ook niet. Oh nee, kijk. Oh nee, ik heb gewoon zo die eerste stukjes in gewoon. Oké, blauw kan niet fout gaan, hè? Is het vies. Tandpasta of blueberry? Ik hoop echt op blueberry, maar ik heb hier nog niet veel over gehad, dus ik denk niet dat ik blueberry. Ik vind alle twee gewoon.
Ah, ik heb tandpasta. Ik heb ook tandpasta. Maar dat is zo de kindertandpasta van vroeger zo. Ik kan dat nog verder. Okay. No. Hey, we zijn in Kalptown. Bij wij dus. We zijn een fotoshoot aan het doen. Ja, we hebben eindelijk eens foto's samen. Dat hadden we nooit. Ja. En dan kunnen we nog eens iets posten. En bij mij is het al geleden van nieuwjaars. Bij mij van vorige week, maar het maakt niet uit. We gaan straks naar de cinema. Ja, dat wou ik ook zeggen. Ja, maar ik heb dat straks de naam van de film ook niet gezegd, want ik wist het niet. Dus 1917. Ja. Een oorlogsfilm. Ik hoop echt dat ik niet ga winnen. Dat meen ik echt. Dat ben ik veel meer dan ik dacht. Dat is in mijn grootste. Nu snap ik waarom Celeste naar de fitness gaat. Om die camera omhoog te krijgen. We gaan uit eten. Ja. Maar waar, dat weten we nog niet. Ja, aan de cinema, maar waar. Niemand kent u hier. Nee, dat is waar. Dat heb ik gekocht. Laat mijn TikTokjes zien. Wie koopt er nu een TikTok in de cinema? Ja, ik hè. We komen net van de film. We hebben dus 1917 gezien. En het was een leuk film. Yep. Een heftige film, vond ik. Ja. En ja. We hebben pizza. We hebben gerend voor die pizza, want we hadden die achtergelaten bij het restaurant. We zijn dan naar de film gegaan en we hadden 20 minuten om die pizza op te halen en naar hier wat te makkelijk komen. Lukt, maar Celeste dacht van niet. Ja. Ja, deze foto ga ik posten. Ja, wij niet. Dus volg mij op Instagram. De link staat onderaan de video. Ja, nu staat er gewoon zo precies met My Soul is too lit. Hell no. Oh, dat moet weg. Ja. Oh, je gaat vloggen en rijden. Ja, dat heb ik straks ook gedaan. Nee, zo niet dat je niet durft. We gaan omvallen. Zie hoe wankel dat was. Helemaal niet. Het is kei stevig, joh. Allereerst was dat niet omvallen en ik was echt over bubbels en al. Hè. Dit was mijn lesvrije weekvlog en ik zie jullie bij een volgende video. Prachtig, gekleed. Gaan we dan nu niet meer filmen of zit dat hier? Ja. Oké. Waarom is hij nou weer aan het sliepen? Heb je vastgemaakt? Natuurlijk! De auto is niet dicht te zien. Mijn kant is niet. Oh, die was misschien wel niet dicht. Wijfies. Doei! Doei!